Goed, zit ik met Ernst Graaf gezellig in de auto. Ernst, wat leuk dat jij nu een keertje mij de Tesla uitleent, want ik heb jou eerst altijd enthousiast gemaakt. Ja, dat is al een tijdje geleden. Goed gelukt, want je hebt er twee gekocht al. De tweede. En mijn broer heb ik er een aangesmeerd. Ja. En mijn buurman. Ja, dus we zitten hier, gebroeders de Graaf, dat zijn hele enthousiaste types. En we gaan nu eens even met de nieuwe Tesla van... Ernst, want je hebt een ding verkocht na een jaar. Nou, in ieder geval, gaan we eventjes, die heeft autopilot. Dan gaan we lekker eens even op de snelweg kijken of we eigenlijk achterin kunnen gaan zitten. En dat die gewoon ons naar huis rijdt. Dat lijkt me het ideale. Maar je hebt het al geprobeerd, hè? Hoe beviel het je? Ik heb het al geprobeerd, ja. Ik ben net weekend teruggekomen. Ja, hoe heb ik ooit zonder gekund eigenlijk? Maar zonder gekheid, het is echt heel mooi. Ja? Ja. Ja, toch, je komt dit weekend thuis, je hebt een update en opeens rijdt dat ding zelf. Nou, dat vind ik echt wel helemaal eerst inderdaad een stukje van Op de Wereld Draait Door gezien. Maarten en Mark Marie. Ja, die eerste bocht. Maar het is ook inderdaad, dat zul je zo meemaken. Die eerste bocht, dat is helemaal... Magisch! Ja. Magisch! Nou, we gaan het zo even proberen. We gaan even de snelweg op. Nou goed, laten we het eens proberen. Ik rij nu op de A10. En... Ja, zo ziet het scherm eruit. En hij heeft twee zwarte lijnen. Dus ik kan nu gewoon zeggen van... even hier op het pookje drukken. Ik zet hem nu aan. Klik, klik. En nu rijd ik dus gewoon... zonder handen. Kijk... ideaal. Ja, ik wil eigenlijk achterin gaan zitten. Maar het is een beetje onhandig om eroverheen te klimmen. En, maar ja, het werkt gewoon prima. Hij houdt het gewoon uitstekend voor elkaar. En ik kan nu ook gewoon veilig filmen. Eens kijken of hij de tunnel het ook gewoon doet met de A10. Dat is echt... tot nu toe... Oh, weet je wat? Ik ga even naar links toe. Ik zeg even nu, ga even naar links toe. Zo... Hold the steering wheel. Nou, dat moet ik dan even doen. Nu gaat hij naar links. En hij is dus zelf gewoon naar links gegaan. Ik moet hem alleen even de steering wheel vasthouden. En dan rijdt hij gewoon verder. Dus even kijken, ik ga eventjes wat gas geven. Dat hij naar andere auto's, wat dichter bij andere auto's komt. Hè? 110. Hij ziet daar die auto voor mij, daar... Die ziet hij ook mij. Kijken of het goed gaat met de tunnel. Maar hij blijft gewoon... hij gaat nu dichterbij komen. En nu gaat hij langzaam rijden. Ja, want hij komt nu dichter bij die auto. Hij houdt een beetje afstand. Kan ook een beetje kijken hoeveel afstand hij moet houden. Kan die afstand meer of minder maken. Dat adaptive cruise control. Maar hij blijft lekker rijden. Ik kan nu gewoon doorrijden naar Groningen. Zonder enig filmpje. Echt gewoon... hoe vind je dit nou? Nou, ik vind het op zich een beetje eng, maar ik vind het ook al eng als jij met handen aan het stuur zit. Dus. Ja, ik zit hier nu gewoon te filmen. En normaal zeggen mensen, joh, hou je handen aan het stuur. Maar ja, het heeft geen enkele zin om handen aan het stuur te houden. Want dit ding doet het beter dan ik. Houdt goed afstand. Deze auto gaat naar rechts. Kijk, ik ga nu ook weer even naar links gaan. Bam. Eens kijken hoe... ik moet hem even aan het stuur houden, de handen. Zo, houd aan het stuur. Nu ziet hij dat hij naar links kan. En dan gaat hij naar links. Ja, en dan kan ik gewoon weer teruggaan. Ik kan ook weer teruggaan. Zo. Kijk, zonder handen. Dan vind je van baan. Prima. Yo. Nou, dan gaan we ook eens even kijken of hij een grote ruime bocht kan nemen. Als we van de snelweg af gaan. Want naar Groningen rijden, dat geloof ik nu wel. Dat gaan we redden. Oké. Okay. Ik ga nu even ik heb die navigatie nu even aangezet. We gaan terug naar het werk. En dat zou natuurlijk de volgende update zijn. Dat hij nu ook zegt, die afrit, die ga ik nu even automatisch pakken. Nou, hij wilde toch nog niet even naar de rechterbaan gaan. En nu stoppen. Ja, nu moet ik toch echt wel stoppen. Dat is toch wel echt belangrijk. Rechts afslaan. Ja. Dat, daar wachten we nog even op. Ernst, heb je al fileparkeren geprobeerd? Nee, dat is nog niet kunnen proberen, maar... Even kijken. Goed, als wij dus nu gewoon hier langs rijden. We rijden hier zo langs. Dan moet hij op een gegeven moment gaan waarschuwen.
dat we moeten kunnen parkeren. Kijk, hij ziet iemand aan de rechterkant. Wat was dat? Nee, je rijdt gewoon nu te dicht langs. Oh, ik rijd er te dicht langs, ja, iemand. Wanneer gaat hij nou vertellen? 62 centimeter. Nou jongens, hier heb ik echt alle ruimte om te parkeren. Kom op. Hup, met die geit. Nou, je moet gewoon net rijden als je gewoon door een straat rijdt. Ja. Ja, nou. 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 Hè? Of zou ik dat ook eerst moeten enabelen ergens? Ja. Gaan we maar eens even kijken of we dat aan hebben staan. Kijk, het is de driver assistance. Daar kun je dus auto lane change, auto steer. Die staat aan, side collision, lane departure warning, speed limit. Waar staat de parkeren? We vinden het, parkeren niet. Wat betekent dat nou auto park is calibrating? Oh, dat schijnt een paar dagen te duren. Oh, nou, dat werkt dus nog niet. Ik doe het nu gewoon hier zo, maar dit zal nog wel een beetje een probleem zijn, ja. Oh, en dan vooral, ook, hebben we een bus en zo? Nee, dat, ja, maar dit was natuurlijk geen echte weg. Dat was nog niet zo geweldig. Dus we gaan gewoon toch maar weer de snelweg op. Goed, gaan we hier even een testje doen of die ook kan invoegen als we de snelweg opgaan. Ja, het blijft altijd gewoon interessant. Goed, we gaan hier rijden. Hup, hup, ik zet hem aan. Even kijken, hij staat. Ik zet hem aan. Kijken of hij dat nou aan kan. Deze baan gaat samen. Hè? Moet wel vaart maken. Ja, kijk, hij probeert hierin. Dat ging dus mis. Dat ging dus mis. Dat herkende hij dus niet. Okay. Keep your hands on the wheel. Kijken of hij dan. Vaart maken. Hè? Ja, dat ga ik wel doen. Ja, dit gaat natuurlijk wel goed. Dan, okay, dan moet je niet gewoon de richting aangeven. Even de richting aangeven. Kijken of hij kan zien dat er nu allemaal auto's naast mij zitten. Ja. Ja, nu gaat hij. Heel goed. Okay. Rechtdoor. Ik moet weer naar links, geloof ik hem. Ja. Ja. Nou, nu ben ik weer gewoon lekker aan het rijden. Ja, nee, dus alles wat een beetje. Elke keer als hij een beetje een rare situatie heeft, dan doet hij het. Dan moet je maar gewoon toch de handen nog pakken. Het is nog wel een beetje beta. Nou, dus het is de snelweg, die maakt allemaal knikjes. Linksjes, rechtsjes. Gaat allemaal goed. We gaan even die Schipholtunnel in. Ondergaande zon hier. Nou, ook geen probleem. Ja, die snelweg, dat doet hij prima. Hè? Echt geen issue. Maar erop en eraf en op allerlei provinciale wegen en zo. Nou, of tenminste nog kleinere wegen, dat is een probleem. Maar toch wel heerlijk. Heerlijk, man. Hoe lang heb je nou eigenlijk het langste zonder sturen gereden? Van hoeveel kilometer? Gisteren, ik denk iets van 30 of zo. Ja. 30 kilometer, ja. Zonder. Oké, 30 snel kilometer. Snel af. Ja, mooi. En ga je dan WhatsAppen? Ik heb uitgebreid zitten WhatsAppen. Ja. Maar dat had ik anders ook gedaan waarschijnlijk. Maar... Ja, maar nu is het allemaal toch veel veiliger eigenlijk. Ja. Hè? Maar ja, het is inderdaad de vraag of je dan geen rijbewijs. Of je nou een bekeuring zou krijgen met autostier aan. En dat als je aan het WhatsAppen bent. Want ja. De regels zijn nog steeds, je moet beide handen aan het stuur houden en kijken of dat werkt. Maar ik ben wel heel jaloers hoor, Ernst. Echt heel jaloers. Dus echt gewoon van, met zo'n oude Tesla ben je toch wel een beetje de lul eigenlijk. Ja, nou ja, je hebt de weg geopend voor ons. Hey Ernst, even, je hebt altijd Mercedes gereden met Adaptive Cruise Control en zo. Hè? Dus wat is het verschil tussen Tesla en Mercedes? Nou, in wezen, qua techniek lijkt heel veel op elkaar. Alleen de motor, zeg maar, en het ontbreken van versnellingen maakt gewoon dat de beleving in de Tesla gewoon heel anders is. Het vermogen wat nodig is om te versnellen en het regenen zorgt gewoon voor veel comfortabeler afremmen en optrekken. Wat gewoon eigenlijk constant gebeurt met Adaptive Cruise Control. Ja. Daar merk je dus helemaal niks van. Ja, ja. Oké.
Kijk, je moet hier naar rechts, hè, geloof ik. Ja. Doet hij gewoon helemaal zelf? Ja. Ja. Helemaal geweldig. Nee, nu is het wel spannend. Nu gaat die, heel, die weg die gaat enorm draaien. Maar je hebt wel gelijk heel veel vertrouwen, moet ik zeggen. Oké. Okay. Nou, nu even kijken. Nu gaat hij helemaal naar rechts. Kijk, dit zijn wel echt stoere dingen. Heb je dit ook al gedaan, ja. Ernst? Ja, en dat doet hij? Ja, heel goed. Oh ja. Dit is wel echt gewoon van... Alleen op een gegeven moment moet, ja, je dit is wel echt, maar moet je ergens tussen. Ja. En dat, echt dat okay. kleine gat vinden, dat gaat soms... Ja. Ja. Nou, dat deed hij keurig. Nu nog even naar rechts. Maar je ziet allemaal, ja, je ziet allemaal auto's voorbij komen. Oh, oké. Okay. Wil hij niet? Hij wil niet. Hij staat, kom op. Staat wel aan. Ja. Ja, hij staat aan. Nee, kan niet sturen. Ja, dan maar toch maar weer zelf. Oh, dit is ook wel een hele, hele grote bocht. Nou, dit is echt, dit is volgens mij veel te heftig. Ja, dat gaan we niet redden. Dat gaan we niet redden, nee. Maar wel leuk dat elke keer met een beta-versie, dan kun je altijd weer een bochtje wel en een bochtje niet doen. Ja, dat schijnt dus allemaal wel... Zal al die data verzamelen, hè? Van al die, Kijk, dit is een hele zware bocht. hij staat op autosturing. Nee, dat is... nog niet. Nee, nog niet. Dus je krijgt allemaal bochten die namen krijgen van... nog niet voor de pilotversie. Ja. Dus dames en heren, gewoon lekker een beetje rustig rijden. Een snelweg die een beetje kronkelt. Geen enkel probleem. Grote afritten, heftige dingen. Werkt allemaal niet. Zo, naast de mooiste rainbow Tesla, wat vind je van de update? Heel fantastisch. Ja? Ja, ik ben er echt heel blij mee. Ja, leuk die beta-versie. Nog even al die andere dingetjes. Scherpe opritjes, afritjes. Ze moeten er gaan bij gaan leren, hè, van elke kilometer die mee gereden wordt. Ja, als alle Tesla's nou gewoon even leren A van de locatie en B van moeilijke bochten en zo. Nou, dan is die over een jaar is die stukken beter. Kunnen wij op de achterbank gaan zitten. Wordt ook allemaal verzameld, hè, en geanalyseerd. Dus ja, hoef jij verder niks aan te doen. Er zijn die 50.000 auto's aan het leren. Dus ja, elke maand wordt dat ding veel beter. Maar een leuk begin. Leuk begin. Jij hoeft al gewoon niet meer te rijden. Perfect.